23% van de jongeren in Suriname stopt vroegtijdig met de school. Dit percentage is nog zorgwekkend. Daarom is er gisteren tijdens een themaavond van de buurtorganisatie Stubila een aanzet gedaan om de nodige bewustwording hierover op gang te brengen. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat er een maatschappelijke discussie op gang moet komen die oplossingen voor dit probleem kan aandragen. Russell Makwasi, verbonden aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt dat voornamelijk jongeren uit volksbuurten vroegtijdig de school verlaten. Wat zien we heden ten dagen? Dat vooral jongeren die in buurten komen zoals, je kan zeggen overal landelijk, maar buurten like Ramgolaweg, Wintiwai. En het is ook gebleken meer jongens die wegblijven van de school. Er zijn verschillende redenen, situaties. En zoals u weet, meestal willen geld gaan maken en dan laten ze de school en dan gaan ze dit doen. En zodoende hebben we dan die vroege school verlaten. Dus de thuisomstandigheden. Wat we ook zien in, op de scholen, beïnvloeding van de vriendenkring. Sommige studenten, leerlingen, zodat het zo goed op school, waar mensen zich gaan mengen met bepaalde groepen, dan zie je op den duur belanden ze ook in die groep van die vroege school verlaten. Bij het onderzoek heeft meer dan 72% van de respondenten aangegeven dat er iets gedaan moet worden aan het probleem van vroege schoolverlaters. Klaas van Dijk, stagiaire bij Stubila, die gisteren het onderzoek hielp presenteren, haalde aan dat er over dit onderwerp gesprekken zijn gevoerd met verschillende buurtbewoners. De uitkomsten van dit themagesprek waren, de antwoorden die de mensen zelf gegeven hebben, zijn: het advies is door te gaan met deze themagesprekken, maar er moet meer gebeuren. Het is dus belangrijk om ook de doelgroep zelf erbij te betrekken, om ervaringskennis te delen met de mensen. Om de mensen te laten weten hoe het is om vroege schoolverlater te zijn. Ook is het belangrijk om instanties erbij te betrekken. Zoals meneer Russel al zei, het is ook een taak van de overheid om dit probleem op te lossen. En daarom hebben we op deze avond ook de onderwijs en ervaringskennis uitgenodigd. Wat Stubila hierin kan betekenen is consistent doorgaan met de themaavonden, ruimte bieden voor trainingen. Van Dijk zegt ook dat Stubila kan bijdragen aan het oplossen van dit maatschappelijk probleem door informatie te verspreiden op social media en via informatiefolders.